Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video van ons. Ik ben momenteel nog binnen. Ik ga nu starten met de werken aan de moestuin verder af te maken. Hey Yoshi, ik lieverd. I love you. I love you. Ik wou graag filmen, maar het is slecht weer. Dus ik vrees dat dat niet gaat lukken. Ik zit niet zo zitten om met mijn camera buiten te gaan wanneer het regelmatig regent. Dus ik ga mijn camera voor de zekerheid binnen laten. Maar wanneer het af is, dan ga ik jullie zeker een update geven hoe het er nu uitziet. Ja jongens, zoals jullie kunnen zien zijn ze uit aan het komen. De sla en de bloemkool in ieder geval. De rest zie ik nog niks. Ik ga het terug toedekken. Zo. Bij deze is nog niks uitgekomen, dus dat is even geteld hebben. En dit is eigenlijk een test die we toen zijn. Deze met het gele stokje is uit de nieuwe moestuingrond genomen. En deze twee potjes zijn uit twee verschillende bakken in de moestuin genomen die we al eerder hadden aangelegd. En daar zitten radijzen in geplant voor te zien als de grond goed is. Met de beestjes gaat het trouwens ook allemaal heel goed. Ik praat nu heel veel over de moestuin omdat dit nu op dit moment iets is waar ik veel mee bezig ben. Maar de diertjes worden ook gewoon verzorgd zoals jullie dat gewoon zijn van ons. Er wordt ook gewoon veel tijd in gespendeerd. Al is dat natuurlijk minder als in het voorjaar door het slechte weer nu. Maar het enige verschil is dat ik ze gewoon nu even niet in beeld kan brengen. En daarom lijken ze nu een beetje vergeten. Maar dat zijn ze echt niet. Moest ik nog iets over de diertjes zeggen? Ik denk het niet. Nee. Ze verkeren allemaal in goede gezondheid. En dat is het belangrijkste. Die test met die radijsjes, die doe ik. Omdat ik heb dat gelezen in een artikel. Dat je weet als de grond goed is of niet als de radijzen kiemen. Want het is nog veel te vroeg voor radijzen. Maar omdat dat een snel kiemende groente is, wist ik dan snel het resultaat. En waarom test ik het? We hebben dus in plaats van grond hebben we meerderjarige compost gebruikt uit onze tuin. Om het een beetje budgetvriendelijk te houden. Maar ik ben een beetje bang dat die grond nog altijd te straf gaat zijn. Terwijl dat het in theorie wel zou moeten kunnen. Omdat het dus al ettelijke jaren oud is, die compost. Maar daarmee die test. Dat is de reden waarom dat we die test doen. Ik ga jullie nu het nieuwe moestuingedeelte laten zien. Het heeft gesneeuwd gisteren. Dus van de grond zien jullie weinig. En dit zijn dus mijn bakken. Dat had ik jullie al laten zien. Maar wij hebben daar dus gisteren deze draad rondgezet. Voor onze honden en de kippen eruit te houden wanneer deze loslopen. Dat hebben we gisteren gedaan. Andere jaren had ik een soort tomatennet er rond gespannen. Maar onze honden wisten deze altijd los te maken. Dus dit jaar heb ik het wat beter aangepakt. En dit is de nieuwste. Heel blij mee. Het is 4,5 op 6 meter. Dus heel wat ruimte om te gaan planten. Ik zal het jullie zo laten zien. Alleen deze struik die tussen ons en de buren in staat, maar die is van ons, is heel erg hoog geworden in der tijd. En ik wil deze dus korter doen, zodat ik iets meer licht hier heb. Maar daar hadden we gisteren geen tijd meer voor. We hebben gisteren echt uren liggen werken. En wat jullie nu niet kunnen zien, oh, op mijn crocs komen was geen goed idee. Ik heb echt koude voeten. Wat jullie dus niet kunnen zien is dat wij hier heel het gras hebben weggenomen. We hebben alles omgespit. Het zou nog ietsje dieper moeten. En ja, onze draad is niet heel erg strak. We hadden wat problemen omdat ja, onze grond is niet zo mooi gelijk. Dus ja, maakt niet uit. We doen dat een beetje hier en daar een beetje plooien. En is dat weer goed. Voilà. Daar is Maurice ook alweer. Dag Maurice. Maurice, wat ben je aan het doen? Boyke. Ik ben nu eigenlijk vooral bezig met een plan op te maken waar ik wat wil zetten. Ik heb ongeveer al een idee om in die onderste bak
kolen te zetten. Dan wou ik wortelen en knollen zetten. En dan van boven wou ik eigenlijk de bladgroenten zetten. En dan hier op deze plaats wou ik dan maïs zetten. 3 korte rijen. En dan hier reuze zonnebloemen. En dan had ik hier het idee om pompoenen te zetten. Daarachter in de hoek boontjes. En dan, ja, een beetje afhankelijk zien. Paprika's komen daar nog. De courgetten komen daar nog. En dan aan deze kant dacht ik om misschien de komkommers te zetten. Dat is wat ik nu een beetje in mijn hoofd heb. En de tomaten. En de, nog een beetje paprika's. En de meloenen. Die zouden dan komen in mijn serre. Ik kwam er even niet op. Maar het probleem is, je moet eigenlijk wisselteelt doen. Ideaal is dat 1 bepaalde familie groente in 6 jaar niet meer op hetzelfde stuk komt staan. Dus dat je bijvoorbeeld 6 bakken hebt en ieder jaar schuift je 1 op. Dat is eigenlijk het ideale om ziektes zo weinig mogelijk kans te kunnen geven en om de grond niet uit te putten. Maar zoiets als peulgewassen, dus boontjes en zo. Ik heb nu bonen cadeau gekregen van iemand die ik wil uittesten. Maar voor de rest, buiten de normale gewone boontjes, eten wij dat niet. Dus ik vind dat ook onnuttig om te planten. Net zoals aardappelen. Aardappelen zou ik op zich wel graag willen planten. Maar op dit moment heb ik al zoveel nieuwe soorten groenten die ik ga uitproberen. Dat ik dat niet zie zitten om dat er ook nog bij te nemen. Ik vind het nu eigenlijk al best moeilijk genoeg om alles uiteen te houden en te weten hoe ik wat moet verzorgen. Dus ik wil aardappelen ook laten vallen. Maar dan kom ik alweer 2 families tekort om die wisselrotatie mee te doen. Dus ik heb er mij echt al uren de kop over gebroken hoe ik dat wil doen. Nu hebben ze mij gezegd dat als ik het zo per 4 jaar wissel, dat het ook moet gaan. Dus ik hoop dat ik er geen spijt van ga hebben. Dat ik een beetje tegen de regels in ga. Maar dus ik ga het proberen om het zo te doen. Wij zijn vooral fan van courgetten en pompoenen en paprika en tomaat. Maar zoiets als boontjes of speciale soorten bieten en zo, dat eten wij allemaal niet. En als het voor de dieren nog nut heeft, wil ik dat nog wel planten. Maar ik zie niet in waarom dat ik er zoveel werk in zou steken om het dan weg te geven. Omdat wij het zelf niet willen opeten. Maar dit is dus hoe het er allemaal uitziet. En als mijn plannetje af is, ga ik deze jullie ook laten zien. Ik ben even een bodemanalyse aan het doen. Ik had dit als tip zien voorbij komen bij een van mijn moestuinboeken. Zij deden dat wel, voor 70 euro lieten zij dat doen door een labo, dat kun je ook. Dan weet je met zo'n duurdere test echt wat er allemaal in je grond zit en hoe dat je, wat er moet verbeterd worden. En ook naar de loop van jaren toe. Dit is ietsje simpeler, dit is ook 12 of 13 euro heb ik die doos betaald. En ik vind hem eigenlijk wel handig, maar hier zie je alleen de zuurtegraad en de voedingsstoffen. Voor deze heb ik hem al uitgevoerd, omdat dit dezelfde grond is. De andere, het stuk dat we hebben bijgebouwd is een ander grond. Deze grond is van pH-waarde, dus qua zuurte perfect. En qua voeding is hij te laag, maar dat wist ik eigenlijk al. Daarom ook dat ik speciale meststoffen heb gekocht die ik moet zaaien ongeveer 2 weken voordat ik er plantjes in wil zetten. Zaaien. Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Gewoon rondstrooien, onderwerken zoals op de doos staat. Dus dat had ik al wel verwacht. Maar dat hij niet te zuur ging zijn, daar was ik wel van verbaasd. Dus dat is al goed. En nu ga ik deze uittesten. Maar dan met een nieuwe doos weliswaar. Dus ik heb 2 dozen gekocht. Zoals jullie kunnen zien is de grond een beetje wittig. Ik heb juist gekalkt, want uit die testanalyse bleek dat de grond te zuur was. En dat die te laag was in voedingsstoffen. Nu, ook dat weer had ik eigenlijk wel verwacht. Omdat ja, dit is gezond die nooit verzorgd wordt eigenlijk. Papa die laat het maar zijn beloop gaan. Dus dan had ik wel gedacht dat daar weinig tot niks in zat. Maar want trouwens, die bakken die waren net iets voedzamer dan deze, volgens de test. En hier was de pH-waarde dus te laag. Hoe lager die pH-waarde, hoe zuurder de grond. Dus hier moest ik kalk opschooien.
En die kalk die zorgt er dus voor dat de pH-waarde een beetje gaat neutraliseren en dus omhoog gaat gaan. Raad eens wie zijn compost niet te sterk is. Zie ze daar, de radijzen. Ja, deze met het gele stokje is van de nieuwe moestuin. Dus dat was gewoon een test om te zien of die grond goed was. Ik heb hier niks anders bij gedaan. En die andere twee potjes zijn gewoon de compost die in de bakken ligt. Dat heb ik eruit geschud voor het uit te testen. En kijk, ja ja, het verbrandt niet. Hallo iedereen. Op de achtergrond horen jullie Nini haar muziek spelen. Het is 's avonds. Ik ben klaar om mijn bedje in te kruipen. Ik ga de vlog hier dus ook afsluiten. Wanneer er een nieuwe vlog zal komen, zal even duren. Want ik ben er vandaag ook echt achter. Ik wist het eigenlijk wel. Dat ik te vroeg was begonnen met zaaien. Mijn bloemkool en mijn sla en zo hebben te warm gestaan. Omdat de verwarming bij ons onder de vensterbank staat. En die zijn dus te hoog opgeschoten. Dus die ga ik moeten wegdoen. Maar dat is niet erg. Ik heb plezier gehad. Mijn tomaten gaan op dit moment wel nog goed. En dan ga ik binnenkort pas opnieuw beginnen met zaaien. Wanneer ik daar resultaten van heb, ga ik opnieuw vloggen. Ook wanneer mijn serre staat, ga ik vloggen. Maar voorlopig was dit nu het interessante wat ik met jullie kon delen allemaal. Dus ik zie jullie later terug wanneer de tijd er rijp voor is. Allee, tot de volgende. Tadaa!